Oké, het is inmiddels 2017. Donald Trump is vandaag aan de macht. En ons team heeft vandaag dik gewonnen. Wat is er allemaal nog meer veranderd in deze wereld? Nou, in deze wereld is er bijzonder veel veranderd. We hebben vandaag een nieuw wisselsysteem ingevoerd. Waarbij we eigenlijk twee spelers tegelijk wisselen. Iedereen een vaste positie krijgt. En er twee spelers zijn die dat aankunnen, die van plek wisselen. Nou, dat heeft zich volgens mij ontzettend goed terugbetaald in een 5-1 uitslag. Ik heb het net nog even bij de mannen gecheckt. Ze vonden het een hele erg fijne rust geven. Dat ze weten van voor de wissel, na de wissel. Ik sta altijd links voor of ik sta altijd rechts achter. En ja, wat mij betreft gaan we dat erin houden in 2017. Hartstikke leuk. Hey, jij bent al een paar jaar coach van dit team, hè? Wat drijft jou om toch elke week weer 's ochtends vroeg hier op het veld te verschijnen? Soms ietsje te laat, maar over het algemeen ben je er gewoon op tijd. Wat drijft jou? Wat vind jij daar zo mooi aan? Ja, ik heb een fantastisch team om me heen. Mensen zoals jij en Antonio, maar eigenlijk alle ouders. Nee, de daadwerkelijke reden is de jongens. Ze nemen heel veel dingen aan. Ze zijn leergierig. Je ziet echt, nou, om als voorbeeld te geven, zo'n Cem vandaag die echt gegroeid is qua eagerness en qua plek waar hij staat. Dus ja, het is onwijs leuk om te doen. Het is echt heel waardevol. Het zien groeien van die jongens is hartstikke leuk, hè? Vandaag ging het ook leuk. Ja. Wat zou wat jou betreft het doel zijn voor de komende wedstrijden? Waar zouden we aan moeten werken? Of wat willen we bereiken? Of hoe gaan we aan de slag? Nou, ik heb dat vandaag al een heel klein beetje geprobeerd. Op een gegeven moment stonden we 3-1 voor of 4-1 voor. En toen ben ik juist eigenlijk nog strenger geworden op van jongens, hey, zorg dat je een bepaalde plek hebt. Dan wennen zij op de plek waar ze staan. Maar dan weet ook iemand anders van oké, als ik altijd de bal naar links voorspeel, dan staat daar Alex of dan staat daar Jaden of dan staat daar iemand om hem op te vangen. Ja, dat is wat mij betreft de volgende stap die ze moeten maken. Ik vind ze technisch over het algemeen allemaal erg goed groeien. En ja, ik hoop de winnende lijn weer een beetje in te zetten. Want na dat eerste jaar zijn we natuurlijk allemaal een beetje verwend geweest geworden. Nou, nu zijn we blij dat we van de laatste plek af zijn. Hè? Dat is een hele andere situatie. Maar goed, de lijn is weer te pakken. De stijgende lijn. Volgende wedstrijd spelen we weer thuis, denk ik. Hè? Wat gaan we dan doen? Wat is het doel? Ja, twee dingen. Winnen. Als het enigszins kan. En ja, als we thuis spelen hebben we altijd natuurlijk de derde helft. Dus dan gaan we ook gewoon de tegenstander weer gezellig meenemen. En voor die derde helft danken wij natuurlijk altijd onze sponsor. Heb jij nog wat tegen hem te zeggen, hem of haar? Want we weten niet wie het is. Ja, wij zijn zo razend benieuwd wie u bent. Dus ja, kom kijken. Als we thuis spelen, altijd welkom. En ook absoluut welkom om je bekend te maken. Maar zolang dat niet gebeurt, de mannen zijn heel dankbaar. En wij vinden het onwijs leuk als ouders. Dankjewel. Wil je nog doorgeven de microfoon? Ja, ik zou willen voorstellen dat eigenlijk de man die dit technisch allemaal mogelijk maakt volgende week voor de camera komt. Dus Gerard, gaan we jou interviewen? Oké, is goed. Tot volgende week.